Meneer De Blok, goedemorgen. Goedemorgen. En van harte welkom. Ik ga me bij u zetten. Hebt u al iets gekregen om te drinken? Ik heb al een koffie gekregen. Oké, dat is goed. Dat is goed, want we willen u niet op uw honger en dorst laten zitten. 18 jaar, drie termijnen. Ja. Dat is eigenlijk meer dan 18 jaar, hè? Ja, ik was ook al 6 jaar OCW-voorzitter en dan 18 jaar. En ik zeg altijd, een legislatuur van een burgemeester is officieel 6 jaar, maar je leeft het 12 jaar, want het is eigenlijk maal 2. Juist. Dus dat kan zeker tellen. Termijn 4 komt er niet, hebt u al gezegd. Nee, voor mij niet. Ik stop ermee op het einde van dit jaar. Ik heb gekozen om professioneel echt een carrière uit te bouwen. En ik heb het wel. Ik heb heel veel geleerd in de politiek. Ik heb er heel veel plezier aan gehad. Maar nu denk ik dat het laatste 1/3 van mijn actieve carrière ook nog iets anders aan bod kan komen. Dus ik ben hoofdgenezer van een heel groot bedrijf, waar niet gestaakt wordt vandaag. Dat is goed. En, ik zie het wel zitten om nu nog eens echt... En ook wat meer te genieten van mijn familie, mijn vrienden. Want dat schiet er wel bij in natuurlijk. Ja, en bij een burgemeester wordt zoveel gevraagd, moet zoveel aanwezig zijn. Mm-hmm. Dat hij eigenlijk toch wel een stukje inbouwt voor de familie en voor de vrienden. Oké. Ik ben blij dat u er bent vanmorgen. Het idee is dat we vragen gaan beantwoorden. Absoluut. Moet een burgemeester ook doen. Ja. Ik zou heel graag beginnen met een vraag van Christine van den Winkel. Christine woont in Pijzegem. Ja. En de meeste GPS-toestellen kunnen haar straat blijkbaar niet vinden. Heel vervelend. Ook niet praktisch, in geval van nood. Is dat iets waar u iets kan aan doen als burgemeester? Ja, als er een nieuwe straat bij komt. Het laatste jaar hebben we er denk ik 20 nieuwe bij gemaakt, alle ruilverkavelingsbanen. Wordt dat doorgegeven door onze ambtenaar aan de bevoegde instanties. En het is eigenlijk maar een mailtje te doen. En ik zal is het waar, zeggen, ja? Is dat zo simpel? Ja, dat is. Ja. Ah, oké, fantastisch. Voilà. Dat is al een heel eenvoudig antwoord. Christine wou graag ook wel iets vragen over een... zwerfvuilbeleid. Is er een zwerfvuilbeleid in Merchten? Ja, absoluut. Wij doen elke week doen wij zwerfvuilophalingen. Of het is te zeggen, de jeugdbeweging doen zwerfvuilophalingen in het centrum van de gemeente. En 2 keer per jaar nemen wij gans Merchten. Okay. Er is een zwerfvuilgroep, dat zijn mensen, 100 mensen ongeveer, die elke straat of 2 straten of 3 straten toegewezen zijn. En die op regelmatige basis, dat wil zeggen wekelijks of minstens om de 2 weken, zwerfvuil ophalen. Die krijgen ervoor zakken, die krijgen ervoor handschoenen. En dat is mede door OVAM verwezenlijkt. Okay. Zolang we de vervuilers niet pakken natuurlijk, is het een beetje dweilen met de kraan open. Hè. Ja. Kan daar iets tegen gebeuren? Gemeenten in de buurt, Meissen bijvoorbeeld, zit ook met dat probleem. Hè. Wel, als wij weten wie het gedaan heeft, en meer krijgen wij foto's doorgestuurd van mensen die iets zien, dan krijgen de zwerfvuilstorters wel serieuze boetes. Ja. Die gaan tot €600. Okay. Dus, en dan is het lesje wel geleerd. Ja. Wat natuurlijk niet uitsluit als ze het op een andere plaats gaan doen. Ja, zo is dat inderdaad. Het is vaak een probleem dat zich verplaatst. Hè. U hebt zelf al een paar keer uw bezorgdheid uitgesproken over de verstedelijking van Merchten. Hè. Brussel breidt uit, ook richting Merchten. Veel hoogbouw komt erbij in de gemeente, een paar appartementsgebouwen. Ja, wel hoogbouw. We hebben gezegd al 18 jaar van we willen een bouwlaag meer toelaten in de kern van Merchten, enkel in de kern van Merchten. En de open ruimte die er was over 20 jaar, die moet er blijven. Die moet er binnen 20 jaar nog zijn. Ja. Ik weet dat daar mensen zeggen appartementen, maar het fenomeen dat zich voordoet is dat mensen van leeftijd, zoals mijn ouders, mensen die tussen 70 en 80 zijn, dat die hun huis verkopen, meestal aan een jong gezin met kinderen, en dan op een appartement gaan wonen. Kleiner gaan wonen. En dat is hetgeen zich voordoet. Ofwel kopen die mensen een appartement, ofwel huren ze dat, omdat ze zeggen, nu nog kopen enzovoort. Maar het is niet zo dat die appartementen bezet worden door mensen die van Brussel naar Merchten komen wonen. Okay. Maar die worden wel bezet door de mensen die het wat kleiner willen gaan doen. Okay. En hun tuin eigenlijk niet goed mee kunnen bewerken. En mensen hebben daar last van. Die generatie die nu in het appartement woont. Degenen die nog willen een tuintje bewerken, die kunnen een volkstuintje van de gemeente bewerken aan €20 per jaar. Okay. Dus die kunnen zich daar nog amuseren. Dat en dat is ook eigenlijk een sociaal gegeven, Die volkstuintjes. Wel.
En voor de rest waakt u over de bestaande open ruimtes. Ja, absoluut. Eigenlijk zijn wij begonnen met die betonstop 18 jaar geleden. Ja. Nu gaat de Vlaamse regering een betonstop invoeren, maar we zijn daar al bijna 20 jaar mee bezig. Ja, oké. Jullie zitten in Merchtem ook een klein beetje met sluipverkeer. Van en naar? Ja, 's morgens en 's avonds heb je toch wel een half uur, zeer traag verkeer. Ja. En dan worden de sluipwegen gebruikt. Maar ja, ook daar moet iedereen zich realiseren. Iedereen die in een gemeente woont, betaalt voor iedereen zijn wegen is. En je kan wel maatregelen nemen dat er geen zwaar verkeer doorgaat, maar je kunt een auto niet verbieden van in een bepaalde straat te rijden. Ja. En je hebt dan op regelmatige basis actiecomité's die zeggen 30 km per uur in onze straat alleen aangelanden. Maar ja, zo zit de wereld niet in elkaar. Iedereen moet, we denken dat met een open geest, iedereen moet kunnen gebruik maken van de infrastructuur die de gemeente voorziet. We hebben gevraagd aan u om iets mee te brengen. Ja. Een typisch product van bij jullie in de gemeente. Ja. Wat hebt u meegebracht? Wel, ik heb Merchtemse balkjes meegebracht, houten balkjes. Ja. Waarom noemt dat houten balkjes? Omdat tijdens de oorlog iemand die vlees had, dat was iemand, een begoede burger, zogezegd. Voorstand, ja. En mensen die het niet te breed hadden, die maakten die balkjes echt in hout. Staken die tussen een boterham en telkens als zij beten van die boterham, schoof dat op. Dat is eigenlijk de geschiedenis van het houten balken. Ja, was dat dan gewoon om het idee te hebben dat je iets lekkers aan het eten was? Nee, dat was om te tonen aan de geburen en aan de mensen die voorbij kwamen. Amai, die mens zit er goed in, warm in, want die heeft vlees tussen zijn boterham. Hebt u ze zelf gemaakt? Wel, mijn schoonmama heeft ze gemaakt, want mijn vrouw is 2 dagen weg met een vriendin. En ik heb aan mijn schoonmama gevraagd. Ja. Zij is van Brussel, maar ze woont al 10 jaar in Merchtem. En ze heeft echt de kunst van de Merchtemse balkens volledig onder de knie. Vooruit. Dank u wel in elk geval om dat mee te brengen.